Goed jongens, welkom terug bij een gloednieuwe Mind Motion video. We zijn in Roggel, het heeft heel veel dagen geregend, dus helaas is deze video later. Dus als jullie deze video zien, mijn excuses voor het niet uploaden op vrijdag om 12 uur. Deze video is dus later, dus mijn excuses, het heeft heel veel geregend, dus ik heb geen tijd gehad om te kunnen trainen. Dus deze video is niet op vrijdag, maar iets later. En dan gaan we lekker beginnen. We zijn in Roggel met Max. Max is weer hier. Hallo. Hallo. Fijn springen. Ja, fijn weer. Droog. Let's go. Het was close. Het is gewoon een one bang. Dat wel. Het is gewoon goed. Lekker, hè? Ja. Yo. Yes jongens, we hebben de eerste run allebei clean. Max heeft, normaal gesproken doet Max zeg maar na een lazy fall. Max doet zijn gevoel wat je normaal gesproken na een lazy fall doet met die sideflip. Kijk, dus hij doet een lazy fall dan hè. Kijk, dan komt hij terug. Doet hij lazy fall, landt hij en doet hij 1-2. Zie je, dan heb je dus één stapje extra. Maar Max die wil graag meer flow toch? Ja. Dus, daar zijn we aan gaan werken. En toen deed Max dit. Dat hebben jullie net al gezien in de run, maar nu gaan we even uitleggen waarom. Kijk, tik, tik, en dan gelijk. Ik zet mijn hand niet meer. Dat is ook waar. Bij een lazy vault is het altijd belangrijk dat jij jouw tweede hand achter jou neerzet. Stel de muur is wat dun en je krijgt je lichaam niet terug recht naar de lazy vault, ja dan val je. Dus vandaar dat die tweede hand voor de lazy heel belangrijk is. Tweede hand, bam bam, boom. En voordat hij dus dit deed, deed hij 1, 2 landen, 1, 2 sideflip. En nu doet hij met een sideflip. Dus nu doet hij speedstep, gelijk naar een lazy. Papa. En dan landt hij hem. Maar hij is er nog mee bezig, hè? Dus het gaat niet altijd goed. Maar in de run ging het goed, dus dat is alleen maar goed. Dus hij is er aan het oefenen, dus hij heeft meer flow. Nou, en nou alles bij elkaar. Ja. Zo raar. Dus rechts, links. En
nieuwe versie. Ew. No hands. Ew. Goed jongens, we zijn onderweg naar de next sport. Hè. Ik moet even van de weg af, anders ga ik dood. Door die auto, zie je? Ik was bijna dood. Dat willen we niet, want dan kan ik niet meer springen. En vlogs voor jullie maken, dat zou toch erg zijn. Roggel heeft trouwens hele mooie bloemen. Ja, yeah. Leuke bloempjes. Let's go. Ja, het is er overheen gaan en je bent er. Voetjes goed naar voren. Oh, godverdomme, stikkie! Hij stekt hem gewoon. Gewoon in één keer. Gewoon, boom. Nog een keer, boom. Maar nou heel goed, je, dat telt niet. Dat was fijn, jongen. Gewoon weer gestikt. Ja, en ook gewoon, kijk, gewoon mooi. Nee, gewoon goed. Gewoon, zie je dit lijntje hier? Zo daar. Dat is het lijntje van het stikken. Achter dit lijntje is niet goed. En te veel hier is ook niet goed. Maar dit was wel goed. Oké, die heb ik. Oh, split, hè? Ja. Je bent zo... Ja. Ja. Te veel power. Ja. GoPro, stop recording. Oh, een telefoon ook. Oh, komt u maar. Gewoon nog een keer. Goed jongens, ik sluit de vlog hier af. Ik was de outro vergeten, want ik had te veel plezier met springen. Dat gebeurt soms. Ik ben een vlog aan het editen voor jullie. En die komt gewoon op vrijdag om 12 uur online. Nogmaals, excuses voor het missen van de upload van vorige week. Maar ja, het heeft alleen maar geregend en we willen natuurlijk wel fatsoenlijke content voor jullie schieten. Dus dan gaan we niet mijn fitness training of handstanden of nee. Dus vergeet niet te abonneren, blauw duimpje omhoog en het belletje aan te klikken. Krijg je een notificatie elke keer als wij een video posten. En dan zien we jullie snel terug bij de volgende video. Joejoe!